We gaan terugblikken met de top tech 3, tech top 3 van 2021. Welk techthema heb je vandaag? Want we doen dat elke dag thematisch. Ja, elke dag van deze laatste week van 2021. Nou ja, als we het ergens vaak over gehad hebben, met enig toegepast sarcasme, NFT's, de non-fungible tokens. Of het nou gebakken lucht is, of dat je denkt dat digitaal eigendom het helemaal gaat worden. Toch interessant om even terug te blikken. Oké, op plek 3 dus. Een blok wolfraam van 907 kilo. Ja, en dan? Ja, nee, die mag je dan 1 keer per jaar bekijken, aanraken of een foto maken. Dat is een NFT. Dat is een NFT, wat ja. Dan hebben we het over. Dat is een echt ding. Ja, het is fysiek. Daarom wilde ik het even noemen. Dat is dus opvallend. Ja, dat is waar staat ook, het? Moet ik goed zeggen, Willowbrook, Illinois. Dus je moet wel een stukje vliegen. Op het moment, maar mag je even naar kijken? Mag je even naar kijken. Of hallo, wolfraampje, gaat het goed? Klik. Het staat dus gewoon voor. Het ziet er net uit als vorig jaar. Ja. Het staat dus gewoon voor 57 Ethereum. Dus dat is toch wel echt... Ja. Hallo zeg. Dat is 57 keer 3,5 zo'n beetje. Zoiets, ja. Dus je moet het maar willen. Maar goed, het is dus zowaar ook fysiek. Ja, een NFT fysiek. Ja, maar dat komt omdat je de foto van maakt. Ja, je hebt het digitale eigendom over een fysiek blok wolfraam. Geweldig. Mooi, hè? Waar je niets mee kunt. Precies. Wat ook niet verandert. Nee. Dan op plek 2. Een uniek stukje BNR Nieuwsradio door Conor Clerks. Oh ja. Ik wilde hem toch nog even aanhalen. Want die heeft hij natuurlijk, toen het allemaal net een beetje opblies, zullen we maar zeggen, gemaakt. Leverde toch mooi 0,7 ether op. Omgerekend zo'n €966. Is naar UNICEF gegaan. Ik moet alleen wel zeggen, ik hoop dat Conor niet al te verdrietig over is, dat het geen geweldige investering is gebleken. Want hij staat nu voor 0,05 Ethereum aangeboden. Dus we kunnen hem terugkopen. Ja, voor weinig inderdaad. Wat zei hij? Hij zei ook wel. Ja, het was wel leuk. A gold rush here, even though it's a little hard to explain what the gold is. De toekomst is hier. De toekomst is hier. Ja. Oké. Dus, nou goed, dat was het dus. Voordat we naar nummer 1 gaan van deze top 3, nog even wat eervolle vermeldingen. Digitaal parfum, $18.000, ja, altijd leuk. Kun je niet aan ruiken? Nou ja, als we het dan toch over ruiken hebben. Een opname van een jaar aan scheten. Over gebakken lucht gesproken. Leuk. Ging voor $85. Smaakvol ook. Smaakvol, inderdaad. Nou ja, smaakvol voor in je huis. Nee, als plaatje om op te hangen in de wc. Digitaal toiletpapier met bloemetjespatroon. $4.100 als NFT. En deze ook interessant. Een stukje arm van tennister Alexandra Olikinova. Waar je dan een... Ja, ik kan het niet uitspreken. Niet. Nee, dus niet zo heel bekend. Maar je mag wel een stukje van haar arm tatoeëren voor $5.000 als je die NFT bezit. En de allereerste code voor de World Wide Web, geschreven door Sir Tim Berners-Lee himself, voor $5.4 miljoen. Dat is echt, ja, maar daar kan ik me dan over voorstellen. Die snap ik. Maar 5,4 miljoen, dat weer niet. Nee, dat ik ook weer niet. Nee, het punt is, die eerste code kan je gewoon op Google opzoeken. Heb je hem ook? Dat klopt, maar je hebt niet het digitaal eigendom. Lekker belangrijk. Dus. Plek 1 dan maar, Joe, want ik ga dit nooit begrijpen. Nee, nou, een planetair kunstwerk voor het astronomische bedrag. Dit is de duurste NFT die er is. $91.8 miljoen. En dat is dan een soort astronomisch kunstwerk. Een planetenkunstwerk. 91,8 miljoen? Ja. Oké. Okay. Ja, dat is The Merge. Dat is gekocht door een collectief van 28.983 mensen bij elkaar. Die hebben hun geld bij elkaar gelegd. En zo het duurste NFT-kunstwerk ter wereld gekocht. Hoe ziet het eruit? Ja, het zijn gewoon twee soorten van planeten. En het is van artiest Pak. En het heet dus The Merge. En op de Nifty Gateway heeft het bijna 92 miljoen opgeleverd. En het enige wat ik dan wel weer mooi vind, Bas, in deze tijden zie je dat het gewoon mensen bij elkaar brengt. Ja, bijna 30.000. Allemaal $3.000 betaald hebben. Ja. Ja, maar gek. Ja. Nou ja. En wat heb je dan? Een plaatje. Niks. En daar ben je eigenaar van, met z'n allen. Ja, 30.000. Oh ja, ik zie het plaatje. Ja. 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 Het zijn twee bollen. Het zijn twee grote witte drie bollen. 2,5 eigenlijk. Ik word ook kunstenaar. Ik weet het zeker. Ja, dat wat ga je maken? Geen stukje radio. Weet ik niet. Iets. Wel. Gezien of niet? Nee, ik heb het niet gezien. Nee. De merge van Pak. Nee. Zoek het allemaal op. Ik ga het niet opzoeken. Ja, we gaan het niet opzoeken. Ja. Ik heb mij gestuurd. We gaan... Wat wil jij getatoeëerd hebben? Wat wil ik getatoeëerd hebben? Ik doe niet dat tatoeage, denk ik. Wat hebben we morgen? De meest interessante uitspraken van Elon Musk gaan we nog doen. We gaan het over videogame headlines hebben. Dat is een ochtendvullend programma, dat Elon Musk. Daar kunnen we de hele dag over uitzenden. En dan komt collega Conor uiteraard ook nog met de top 3 leukste gadgets van dit jaar langs. Allemaal morgen. Nee, de loop van de week. Gewoon de hele week, elke ochtend naar BNR luisteren. Leuk. Leuke dingen horen. Dank u.